Hallo. Goedemorgen. Ja, een little beetje Nederlands praten, ja? Mijn naam is Kishingawang Soba. Ik kom in Oud-India. Maar ik ben Tibetaan en Monique. Dank u. Ik weet een beetje van westerse filosofie. Ik weet heel weinig van oosterse filosofie. In de voorbereiding voor dit gesprek heb ik enkele teksten van de Dalai Lama gelezen. En van hieruit stel ik u graag enkele vragen. Misschien dat dat gelijk even vertaald kan worden. De Dalai Lama die stelt in zijn teksten dat love en compassion, dat die het belangrijkste zijn in de wereld. Love and compassion, het komt ontzettend veel voor in de teksten van de Dalai Lama. Maar sluit dat nou aan bij wat wij onder vriendschap verstaan? Bijvoorbeeld, love and compassion, zegt de Dalai Lama, moeten wij hebben voor alle wezens op de wereld. Voor alles, alle dingen. Maar vriendschap, dat hebben we juist voor die mensen speciaal. En niet voor andere mensen. Dus vriendschap gaat om voorkeuren, terwijl de lof en compassie voor de Dalai Lama juist niet om voorkeuren lijkt te gaan. Wat is hierop het antwoord? En aan de keuken twee die madangel ja, en drie die en aanamle ja, friendship en dus een friendship ja, en ga dus share hij die. Narangoni en dat is die friendship leg deel je kijkers hege en ik hoor bij die en is er ook die kaiongen en die gaan zo lia en die zichtjes in het talabing is. Een hele goede dag allemaal. Ik zal proberen om zo nauwkeurig mogelijk te vertalen wat Lama zojuist heeft gezegd in antwoord op de zeer intelligente vraag die werd gesteld. Immers, in het boeddhisme wordt verondersteld dat wij mededogen en liefde opwekken voor alle voelende wezens. Niet alleen voor alle mensen, maar ook voor alle dieren, voor alle wezens die bewustzijn hebben. Nou, dat zijn natuurlijk gigantische, megagrote aantallen wezens. En hoe kan het dat we dat als ideaal stellen en dat dan toch in de praktijk van het alledaagse leven maar in slagen om met een beperkt aantal mensen bevriend te zijn? Nou, we hebben aantallen gehoord. Op Facebook zijn er dat heel veel, maar in real life zijn er dat misschien maar een paar echte vrienden. En in welke verhouding staat dat toch? Het idee van zijn heiligheid de Dalai Lama, dat mededogen, de wens dat anderen niet hoeven te lijden, en liefde, de wens dat anderen gelukkig zijn, voor een veel breder publiek ontwikkeld moet worden. Nou, ik zal proberen om hierover een paar dingen te zeggen. En ik ben heel blij dat ik vandaag de kans hier krijg om vanuit het boeddhistisch perspectief hier wellicht een kleine aanvulling op te geven. Nangbachiris, any Tabachimig churching it is. The Indugala, Mans Tabachimig churn Allah, any Mans Tandangans, Topos Light, it was Topos Light, Mans Tabachimig churching it, Casa de la, Samalo, Miss Samalo, any Topo imba massi, and Rangi Seminalia, Ni Tagores, Rangi Ni imbachi in Tagores, and Nangan Namju, any meditation chick the chiores. Goed, de discrepantie tussen de praktijk van het alledaagse leven met maar een paar goede hartsvrienden en vriendinnen en het ideaal van het boeddhisme om van alle wezens te houden en de wens op te wekken dat alle wezens vrij worden van problemen, die overbruggen we door meditatie. Dat wil zeggen, die capaciteit van mededogen en liefde die alle mensen hebben, proberen we te vergroten
tot die steeds meer wezens omvat. En uiteindelijk in het Mahayana-boeddhisme, de leer van het grote voertuig, wat natuurlijk niet voor niks groot voertuig wordt genoemd, een voertuig waarin alle wezens die bewustzijn hebben een plaats hebben en waar we ons inspannen voor het welzijn van alle voelende wezens, alle wezens die bewustzijn hebben, in dat voertuig van het Mahayana proberen we om uiteindelijk van alle wezens te houden. En om alle wezens te geven. En dan gaan we geleidelijk aan dus dat wat al spontaan of automatisch met onze beste vrienden en vriendinnen gebeurt, uit te breiden tot het alle wezens van de planeet omvat. Nou, daar is uiteraard meditatie voor op zijn plaats, want het is niet een spontaan proces, het zal niet spontaan of vanzelf gebeuren dat we ineens van Jan en Alleman houden. Dat kan ook niet. Maar nee. Die capaciteit van liefde en mededogen kunnen we uitbouwen. En dat is wat we in het Mahayana boeddhisme zo goed mogelijk proberen te doen. Maar als we daar dan op doordenken, dus als we dan als iemand dan een hoge staat van meditatie heeft bereikt, en heel ver is gegaan, dan houdt hij dus van heel veel, misschien wel alles heel erg. En heeft hij dus geen echte vrienden meer. In de Koran dit zegt door wat is dat de penarwa in jamba dan niet je te pas jamba je toen hij aan gom kiep narwa dan is het een tam je laat troepen daar wat soort je chagerwa maar to die gaan le jang zo troepen niet tapas soort je jomar er bekap die me pas chagere. Ja. Terwijl die in de Koran aan zo ni jamba dan niet je zei die. Kasu chigi any meditation chevalo komshi chevaina, the girlski any samalo only neo shuji chagiores, konalangshigi leyores, samalolia, neo chagiores, chokbose di kares lawaina, sama any two indugala, neo chayajiroas, neo cha, same pajogi same, the sujogi same nidi, neo chayaj chagiroas, the indugala, chamba the ninja gob indugala, sama rangshigi and samalaya, same neo chaduores. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Spannend zo, hè, met die tussenfase erin. Anyway, wat Kesela zegt, is dat is niet zo dat dan de echte vrienden verdwijnen. Het is eerder omgekeerd, dat je er steeds meer echte vrienden bij krijgt. Want wat liefde en mededogen doen als er op wordt gemediteerd, dus als die kracht, als die emotie krachtiger wordt, is, en we hebben dat ook in de eerdere inleidingen vandaag gehoord, zo goed als je overeenkomt of overeenstemt met een goede vriend of vriendin, en daarom waarschijnlijk ook eenzelfde soort gedachten ontwikkelt en dezelfde dingen met succes kunt doen en ook goed kunt samenwerken, zo kun je op een gegeven moment dan met steeds meer mensen heel goed samenwerken. Dat stem je met veel meer mensen heel goed overeen. En ben je dus in toenemende mate in harmonie met de omgeving. En dat is iets wat we proberen in het boeddhisme te bevorderen, de harmonie met de omgeving. Want het idee is, als ik van mijn kant uit met liefde en mededogen andere mensen benader, dan zullen die mensen dat voelen en die zullen ook eerder bereid zijn om een antwoord te geven met liefde en mededogen. Om op die manier liefdevol en vriendelijk te reageren. Ja, en u kijkt mij zo sympathiek aan, dat voelt heel vriendelijk. Dank u daarvoor. Maar dan wil ik toch ook een kritische vraag stellen. Bijzondere vorm van vriendschap is de vriendschap van mensen die samen dingen doen. Bijvoorbeeld tussen kunstenaars die samen aan een project werken. Daar hebben we het al even over gehad daar straks. Sowieso groeien vriendschappen doordat mensen samen dingen doen. Maar dat is toch iets heel anders dan compassion en love. Het mededogen dat door meditatie ontstaat. Hoe verhoudt zich dat nou tussen het van de wereld afzonderen en meditatie en op die manier voor liefde voor alles en iedereen komen, of door iets te doen en in de wereld actief te zijn? Lega chebe kabla, lega ani midni da, chobo chebe la kabla, ani chamba da zewa ni yobaina, ani chobo yurumboji chetuweje da, lega di ani yakboji yuela, chamba da zewa guyores, lega da zewa, lega cheba da,
Ja, heel duidelijk, die meditatie is een stukje terugtrekking uit de wereld, dat hebt u goed gezien. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, dat is alleen een hulpmiddel. De meditatie in isolement, in je eigen kamer of waar dan ook, de meditatie op liefde en mededogen dient om die kracht van liefde en mededogen te vergroten. En dat is wel de bedoeling dat dat gevoel van liefde en mededogen mee naar buiten wordt genomen, zodat we dat ook op de straat en in ons werk beleven. En in dat geval zul je, wanneer je vanuit een houding van liefde en mededogen met een collega of een vriend een of ander project start, veel meer het idee hebben, ik wil dat die ander gelukkig is. Een veel krachtiger idee hebben, ik wil niet dat die ander problemen ervaart. En daarom zul je in ieder geval van jouw kant in die samenwerking ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk problemen creëert. En dat je die ander zoveel mogelijk ruimte geeft. Dus ik denk juist dat liefde en mededogen als een basis voor vriendschap in de praktijk van alle dag en in projecten een heleboel harmonie bevordert. En dat dan ook een samenwerkingsverband veel langduriger zal kunnen zijn dan wanneer veel egoïstische motieven de hoofdrol spelen. Ja, daar had ik ook een vraag over bedacht, want dit klinkt allemaal heel mooi, maar het is zo moeilijk te realiseren en de Dalai Lama loopt daar ook niet omheen, hoe moeilijk het is. Hij is daarin soms zelfs ronduit confronterend. Zo zegt de Dalai Lama over de liefde van ouders voor hun kinderen, dat dat eigenlijk heel egoïstische elementen bevat. Want het is gewoon de behoefte van de ouders dat ze met die kinderen optrekken, om voor de kinderen te zorgen. En de liefde tussen man en vrouw, ook daarvan zegt de Dalai Lama, dat het eerder een personal need is, een persoonlijke behoefte aan de anderen, dan dat het echt liefde voor de anderen is. Met andere woorden, heel veel liefde, wat wij liefde noemen en wat wij vriendschap noemen, dat staat voor de Dalai Lama onder het teken van egoïsme. Dat vond ik heel confronterend. En toen dacht ik, is het mensen wel gegeven om helemaal egoïstloos, belangeloos, zonder aan zichzelf te denken, helemaal van de anderen te houden? Ja. Ani cham rangi kemingi tendala ya chokpo chingen yungu yores. Ani chamba chegure chamjon chegure lae dela. Ani chaksem da debe ani chamba yungu yores. Tadi rangla kemingi da debe ki ani chokpo dida. Ani khalore chaksem gu ongi ani chamba gomde edi ko tembu shira yo mares. Ko tizu chunju jila ko lamsa ani do duwe ji dan yuwa duwe duwe ji di yores. Di ani chamba Ja, u hebt helemaal gelijk als u vaststelt dat de liefde en het mededogen van gewone mensen, zoals wij allemaal, niet 100% zuiver zal zijn. Ook in een samenwerkingsverband van collega's aan een kunstproject of welk ander project dan ook, zal altijd een stukje eigenbelang van elk individu een rol spelen. Maar hoewel die discrepantie er bestaat soms tussen eigen belang en het belang van het doel zeg maar, van de groep, van de samenwerking, denk ik toch dat naarmate er meer liefde en mededogen in het spel is, de gehechtheid, want eigen belang is altijd persoonlijke gehechtheid, gehechtheid aan persoonlijke belangen, naar de achtergrond zal kunnen verdwijnen. Dat geldt ook in relatie van ouders naar hun kinderen toe. Naarmate hun liefde oprechter wordt, zullen ze minder gehecht zijn ook aan die kinderen. Die liefde, die gaat de gehechtheid, die er biologisch en spontaan ook is, als het ware vervangen. En dat zien we ook in relatie tussen liefdeskoppels. In eerste instantie is daar alleen maar verliefdheid, alleen maar gehechtheid. Maar naarmate er meer echte liefde ontstaat, zal de gehechtheid naar de achtergrond kunnen verdwijnen. En ja, dat is natuurlijk niet een zwart-wit proces, een verwisseling van een plaatje van vandaag op morgen, maar dat is een proces van groei, waarbij geleidelijk aan de gehechtheid uit de relatie verdwijnt, eruit wordt gewerkt en wordt vervangen voor oprecht mededogen en oprechte liefde. En nogmaals, in dat geval zou zo'n relatie heel langdurig blijken te kunnen zijn, terwijl als een relatie gebaseerd blijft op gehechtheid, ja, als
als de basis van gehechtheid, het aantrekkelijke lichaam, niet zo aantrekkelijk meer is, dan verdwijnt daarmee de basis voor de relatie en dan zoekt men een andere partner. Terwijl als de gehechtheid wordt vervangen door liefde, dan kan een relatie een lang leven beschoren zijn. En natuurlijk zijn we niet onmiddellijk volmaakt. Dat zal de Dalai Lama ook niet beweren. Ja. Aristoteles geldt in de westerse filosofie als de filosoof over vriendschap. En waar je ook komt, waar gefilosofeert het over vriendschap, daar komt Aristoteles om de hoek kijken. En wat zegt Aristoteles? Die nuts- en genotsvriendschappen zijn minder waard dan de karaktervriendschappen. Maar dat is nou precies wat een groot grondlegger van de Oosterse filosofie dus ook zegt. In een relatie zijn er nutselementen, zijn er genotselementen, maar dat is eigenlijk egoïsme. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat je de andere, maar in zekere zin jezelf overstijgt door op de andere of door op het project gericht te zijn. Kun je dat ook zo zeggen in het boeddhisme? Dat we onszelf overstijgen door aan een kunstproject te werken, samen met iemand anders? Kent wat grote kunstenaars die met iemand iets bezig zijn, of die samen met iets bezig zijn, zeggen van, je treedt als het ware buiten jezelf, of je bent identiek met het project, in de flow-ervaring vergeet je jezelf helemaal. Toen ik heel druk daarmee, mooi daarmee bezig was, ging ik op in datgene waar ik mee bezig was. Kennen we die terminologie ook in het boeddhisme? Ik denk dat het goed mogelijk is een vergelijking te maken tot wat u zegt, waar het kunstwerk op een gegeven moment zo belangrijk wordt. En daarin de harmonie van medewerkers ook zo op de voorgrond komt, dat kleine egoïstische belangetjes naar de achtergrond verschuiven en er niet meer toe doen. Ik denk dat we dat in het boeddhisme heel bewust nastreven, waar we ons aangeboren egoïsme ook proberen te overstijgen door het belang van de ander in de spotlight te zetten. Vandaar dat er die meditaties op liefde, die meditaties op mededogen, het gaat altijd om het belang van de ander. En naarmate dat belang van die, en dat zijn dan heel veel anderen meteen, in het Mahayana gaat het om alle voelende wezens, dat wordt zo'n groot belang, dat wordt zo'n groot doel, dat de eigen kleine probleempjes en de eigen kleine dingetjes bijna triviaal worden in het licht van dat grote belang van het geluk van alle wezens. Maar nog even dan een keer, het belang van het kunstwerk. Egoïsme. Het belang van het kunstwerk waar ik in opga, kent het boeddhisme dat ook? Dinnepana kesela artsenayang rimola soparwa, disrakya champochanayang rang dun mepachaya tenetinyamyo yobes nangpachanala. Rangi teme va chasna ta dinde labgi ke yo mares khare lana nganzo ni phebe nalya ani pe thanga pena kunda shu ji thinge dinde yores dinzo sama ani rangi teme va cha yore lana nganzo cha yo mares ngin jingi yo mares shu ji gi milya pendo che tu yores korangi lakshi korangi ta cheju di ani milya ten tu ba mase dinde gi ani adi se sha ju di mi mangbu ji gi ani gau chi yores. Ja, ik kan daar niet meteen zo een voorbeeld van geven, want hoewel er veel kunst wordt geproduceerd in de boeddhistische wereld, beperkt zich dat meestal tot boeddha-beelden en schilderingen van boeddha's en dergelijke. En die worden ook inderdaad wel gemaakt met het doel om anderen daar baat bij te laten vinden. Want hè, een mooi boeddha-beeld kan inspireren, een mooie boeddha-afbeelding kan een tempel sieren enzovoort. En zulke artiesten die aan dergelijke schilderingen of beelden werken, die weten natuurlijk dat ze met een belangrijk kunstwerk bezig zijn, waar straks in de boeddhistische wereld heel veel mensen een referentieobject aan hebben, een referentiepunt waar ze met hun meditaties mee verder kunnen enzovoorts. Maar de mate waarin die kunstenaars op dat moment hun ego overstijgen, dat kan ik niet overzien. Okay. U kunt dan. Karire lawaina ro sosogi kang spena lega kari tsomgi yena ya lega kang di lebe chaji chebaina pena artist awina yakpo shuji rimu yakpo shuji tiwena rimu yakpo tie di
Natuurlijk is het doel van een kunstenaar in het algemeen om iets neer te zetten wat gewaardeerd wordt. He, door een kleinere groep of een grotere groep, door een groep die zich wil verzetten of door een groep die zich wil bevestigen. Kortom, als een kunstwerk erkenning vindt, dan vindt de artiest dat hij is geslaagd, denk ik. Dat is mijn idee. Maar dat is dan toch eigenlijk egoïsme van de artiest? Dan komt een heel gevoelig puntje, dat is de motivatie om de hoek kijken. De motivatie is de intentie waarmee een kunstwerk wordt gemaakt door de kunstenaar. Het is natuurlijk altijd de wens dat er heel veel mensen profijt bij hebben. Maar als een kunstenaar iets maakt alleen maar om beroemd te worden, alleen maar om in de krant te komen, alleen maar om waardering te krijgen onder collega kunstenaars, dan is hij heel egoïstisch gemotiveerd. Dat kan natuurlijk, dat is een vrije keuze. Maar de kunstenaar kan ook, en dat is wat we in het boeddhisme voorstaan, gemotiveerd zijn het belang van anderen te dienen. Het welzijn van de maatschappij, het welzijn van de mensheid, het welzijn van personen die zijn of haar kunstwerk ontmoeten. En dan is de kunstenaar niet egoïstisch gemotiveerd, maar dan is hij gemotiveerd met het welzijn van de ander. Dat is een soort breekpunt wat we in meditatie nastreven, maar wat ook in de kunstwereld een eye-opener kan zijn. Duidelijk. Mag ik de lama vragen, heeft hij een Facebook-account? Ja. I have your Facebook. Ja, ngale ni Facebook yes. Ina yang rata Facebook su la ni ngale ya rokochi na ni chires. Ina yang nga rereji ni Facebook ya len jap tu re la na ni kangal len jap tu mares. Ik weet niet of het vertaald hoeft te worden, maar... Ik heb zeker een Facebook-account en ik welkom jullie allemaal als mijn vrienden. Als jullie... Als jullie op mij klikken zal ik zeker... Maar ik kan geen persoonlijke e-mails sturen, dat doe ik niet. Daar begin ik niet aan. Niet een Facebook-maandje en niet aan dat... Maar dat Holland gemiddeld, kan ga aan die niet gita, die doet dat wat Facebook naar die janjar is. Maar misschien toch nog interessant om te vermelden dat de meeste van mijn Facebook vrienden en vriendinnen uiteraard Nederlandse mensen zijn die regelmatig naar mijn lezingen komen en met wie ik op die manier dus via het boeddhisme contact heb. Ja. Er zijn discussies over Facebook. Vanmorgen heb ik daar met Stine Jensen al over gesproken. Dat Facebook paradoxale wijze ook een manier is voor mensen om zich te verbergen. Om niet echt in contact te komen. En ik zou graag van de lama willen weten hoe hij de aard van het Facebook-contact, hoe hij dat omschrijft. Of dat heel snel zijn beperking heeft, of dat je op Facebook ook allerlei leuke, nieuwe, spannende, interessante dingen echt met mensen ook kunt ondernemen. Of dat het slechts heel oppervlakkig is. Dit dat die in de gala aan het tango en in onze Facebook chat in de gala Togo Seung Yores. Togo Se Facebook, Togo Chase Jela, en een partu, Tivadanche, Sosuke Toba Yudi, Parabolity. Die in de Parabodigi, en een parlente baina, en Sosolia Tivadanju, die land ra in de gala, en een shoejig in de Semda Nyochadu Yores, en een bedkora. Ja, ik denk dat, zoals ook de vorige spreekster ook aangaf, Facebook kan een opstapje zijn, kan een begin zijn voor een nieuwe vriendschap. Het is natuurlijk heel makkelijk om contacten te maken via Facebook. En dan is het natuurlijk aan iedereen, ik doe dat zelf niet zoveel, maar iedereen is daar natuurlijk vrij in, om dan meer contact te zoeken. En op basis van een uitwisseling van berichtjes, als het in die berichtjes heen en weer gewoon goed klikt, dan is er natuurlijk geen enkele reden om elkaar ook niet een keer in real life te ontmoeten. En dan kan er misschien een echte vriendschap groeien uit wat begonnen was als een Facebook-vriendschap. Precies op dezelfde manier praten mensen die studie hebben gedaan naar hoe je via internet date.
In eerste instantie is er even wat uitwisseling van informatie en dan stimuleer je om elkaar te leren kennen en dan gaat het echte contact vorm krijgen. Ik denk dat Facebook ook in die zin een uitdaging is en een heel mooi medium dat uiteraard verkeerd maar ook heel goed gebruikt kan worden om contacten te maken. En als die contacten er zijn zoals werd aangegeven eerder al, dan laat je een stukje van jezelf zien. Dat doet de ander ook. En als die stukjes die je laat zien van elkaar, als die overeenstemmen, als daar een soort contactpunt in zit, als je daar belangstelling over en weer hebt, dan kan dat initiële Facebook contact uitgroeien tot een echter contact. Dan kun je dingen uitwisselen, misschien voorstellen, hey, zullen we samen dit of dat eens doen? Want ik zie dat jij daar ook belangstelling voor hebt. Als die belangstelling wederzijds niet aanwezig is, als er geen gemeenschappelijke basis is, ja, dan blijft het natuurlijk bij een Facebook-vriendschap. Maar als er wel een gemeenschappelijke basis wordt ontdekt, dan is er geen enkele reden waarom je met die Facebook-vrienden of vriendinnen geen echte dingen zou kunnen gaan doen. Dank u. Nog een laatste vraag. Wel een moeilijke vraag, maar ik denk, ik mag wel een moeilijke vraag stellen. De Dalai Lama die benadrukt dat wij mensen van nature veel egoïstische neigingen in ons hebben. En dat we jarenlang eraan moeten werken om dat te verliezen. Ik begrijp dat de Lama 23 jaar heeft gestudeerd voordat hij tot de hoogste graad kwam, zeg maar. Maar als je ergens hard voor studeert, als je ergens hard voor werkt, hoe kan het dan zijn dat je dat er nog helemaal zo spontaan eigen weet te maken? Zit er geen paradox in het hard werken om iets wat we van nature hebben weg te halen en vervolgens op een hele spontane manier dat uit te dragen en te beleven? Want ik zie hard werken en hard studeren altijd als moeite en pijn. En er zit tegenover mij iemand waarvan ik me niet kan voorstellen dat hij 23 jaar moeite en pijn heeft gehad om het egoïsme te overwinnen. Hoe kan die spontaniteit er zo zijn? Ja. Microfoon, zeker. Ja. 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 Die in de gala, gaan ze daar, roa. Lega, ranchin zig lo, zei die. Gaan ze komshi die man, zei die ranchin zig lo, de la, kom de jures. Tin de gala, ranchin zi gilo dam, chamba da ninje ni la de gala, kuni dos in any dodigures. In a young man chedi, ranchin zi glo di, and some lunalia, comba man chedi, di dodigesa, and comshi mine we ores. That some lunalia, and chamba sedida, love in compassion lady, some lia watch it down ina, ditolia, and some lia watch kazit down to aina, and a ranchin zi gilo di, kun yund dreyores. Any chamba da ninje lae digi samlo thigi top thigi ani ranchin ji lo di ko nyund dwa yores ani ngan zu khom che ko nyund da yores di yung tu res. Ja, u hebt gelijk en inderdaad, dat is ook wat zijn heiligheid de Dalai Lama iedere keer weer bevestigt. Mensen zijn van nature egoïstisch. Misschien is dat tot op bepaalde hoogte ook nodig om je eigen belang na te streven om je plek in de wereld, in de maatschappij te veroveren en dergelijke. Maar op een gegeven moment, zo zegt de Dalai Lama ook, is het belangrijk om wat hij de zelfkoesterende houding noemt, wat misschien grofweg met egoïsme vertaald mag worden, dat wij dat egoïsme, die zelfkoesterende houding, op een gegeven moment toch een beetje afleggen, door niet meer altijd het eigen belang na te jagen, maar tijd en aandacht te besteden aan de meditaties op liefde en mededogen. Die twee zijn elkaar tegengesteld. Zelfkoesterende houding, egoïsme, streeft alleen naar het eigen belang. En in het grofste niveau gaat letterlijk over lijken. Terwijl de zelfkoesterende houding, die gaat altijd over het welzijn van anderen, liefde en mededogen. En in het meest extreme belang dan de totaal onbaatzuchtige houding van een bodhisattva, iemand die op weg is naar het boeddhaschap. Nou, daar zit natuurlijk een wereld van verschil tussen en zoals u aangeeft,
tientallen jaren van studie en meditatie om, als je dat wilt, hè, want dat blijft altijd een persoonlijke keuze, die zelfkoesterende houding te proberen af te leggen en in plaats daarvan een wezen, een mens te zijn die echt voortdurend in alle doen en laten het welzijn van de ander op de voorgrond zet. Dat is niet gemakkelijk, maar dat kan wel. Ja. Last? Ja. Last, ja. Ani ta nga zo kechi shu tharin di ani friendship la idres. Friendship la ani chajin khar gu yo res la ba ina ani shen la ya tyun ba di. Shen la tyun go wa di ani kechum bu ji res friendship cha la inji menji ani shen la tyun ba chuna friendship ya wa cha gi res chi chajin chi di res. Ta nga zo an da chamba de ning je la gi samlo di khar gu yo res la ba ina shen gi di du. Shen la ya ani chi samlo na la ya ani chi yabu chi chuna samsa chi da ngan chu phensu chi ba re dewa dewa chi ba re shen la ani dewa chi chuna samsa chi da shen la ya dunga ma chuna samsa chi gi lo chi di samlo ta wa ina ani ngan chu chamba da ning je gom ja gi yore sta ti men ngan chu tre gi jo shi di na la ya chamba da ning je gi kor da chu bu gi kor la ta ti ing ji mi ji cha chen chi gu yore ti ge ta ta me gi chu tom di in ti na ro na Ja, ik wil niet eindigen met die discrepantie tussen aan de ene kant de zelfkoesterende houding en aan de andere kant de onbaatzuchtige houding van een bodhisattva. Ik wil eindigen met het onderwerp van vandaag en dat is vriendschap. Vriendschap is, daarin is belangrijk dat we tot harmonie komen. Een harmonieuze samenwerking, een harmonieuze samenleving als je wilt, met elkaar. Met hoeveel mensen? Ja, de een kan meer echte vrienden hebben dan de ander. De een kan daar al makkelijker mee omgaan dan de ander. Maar ook mensen die daar nog niet zo handig in zijn, kunnen hun aantal echte vrienden vergroten door zichzelf te motiveren met liefde en mededogen. Terwijl je aan de ene kant altijd je eigen belangen najaagt, zou je dan kunnen proberen om het belang van de ander op de voorgrond te zetten. Niet alle wezens, maar in ieder geval dat van je vrienden. De vrienden en vriendinnen die willen ook gelukkig zijn, net zo goed als wij gelukkig willen zijn. En als we daar een klein beetje rekening mee houden, dat zij ook gelukkig willen zijn, dat ze ook geen problemen wensen. En als ze die maken, is het gegarandeerd niet vrijwillig, maar per ongeluk. Dan is het niet de bedoeling, maar gebeurt het toch. En dan kunnen we over de probleempjes heen stappen en harmonie bevorderen. En ik denk dat dat het doel is van deze bijeenkomst. De vriendschap met zoveel mogelijk mensen in harmonie. En door dan naar de ander te kijken, word je zelf daar ook gelukkiger van. Ik dank u hartelijk voor het gesprek. Ik heb nog nooit een volle zaal zo ademloos horen luisteren naar iemand waar ze geen woord van verstonden. Ik vond het echt fantastisch. APPLAUS